Kalkanji, nog altijd vechtend voor een goede 20 seconden. Op minder dan twee ronden van het einde. Ja. We zijn nu 6 uur en 15 minuten aan het koersen. De duur van dit WK, dat speelt natuurlijk ook wel een grote rol. Hè? Het is vaak meer valt het nog voor dat je 7 uur aan een stuk moet koersen. Weinig. De Ronde van Vlaanderen is zelfs maar een goede 6 uur 40 ongeveer. Dus het is nog langer. Dat kan niet hard gegrepen worden. Het is nog altijd een goede 27 kilometer. Ja, nu is de echte finale wel bezig hoor, Michel. Nu kunnen we echt werk verwachten op deze klim. En zeggen dat wij een goede 2 uur geleden zeker op die stuk begonnen om 2 uur. Voilà. Kalkanji bij de Lurven gegrepen. En Nozal die gaat nu het tempo bepalen zoals hij dat gedaan heeft voor Roberto Heras. Op al die beklimmingen boven. En het waren er 7. Een pak dus. En Duma zit daar aan het wiel. Karsten Kroon. Rijdt ook nog altijd goed mee. Ook Radio, die heeft nog veel energie. Weinstein zit daar nog. Van Summer op de tanden bij. Van Petegem nog altijd met een zeer sereen gezicht. Zabel was daar ook nog. Een nieuwe Zwitser. Ja, dat is Zampieri nog altijd. Alweer. Die had nog wat over. Ja. Dat is wel straf. Gewoonlijk doe je dat in een WK maar één keer. Ja, maar die doet dat al een paar ronden en nu weer. En wat zegt Nozal? Oh, maar ik heb nog wel een paar tandjes over. Ik ga even bijschakelen. De grote molen en daar naartoe. Ja. En dan mag je doen wat je wil. Spartelen, meneer Zampieri. Het heeft geen zin. Karsten Kroon ook heel goed, hè? Derde positie. Dat werd daar even afgelost in de achtergrond. Ik denk dat dat... Montgoutier voor O'Grady. Ploegmaat onderin, weet u wel, Cofidis. En pisteaflossing. Ook dat in een WK. Bergop. Helpt wel een handje hoor. Letterlijk en figuurlijk. Kijk, Arvesen nog altijd vlot meegaan. Die is het laatste half uur nog niet meer uit de top 10 geweest. Kroon die zich daar even opzij moest zetten. Koenigo naast Ivan Basso. Ja, dat wordt de nieuwe man. Hè. De dartele Koenigo. De Italianen weten natuurlijk dat de kijkdichtheid nu het grootst is. Dus laten ze nu even zien hoe mooi Verona wel is. En hoe fraai het er hier wel allemaal uitziet. Maar we willen koers. Nozaltje zal nog eens een klimmetje trekken. Goh. Arvesen, goed mee. Pellizzotti doet een uitstekend werk. Ik heb daar zowaar Oscar Freire ontdekt. Hij is mee. Nozal, even omkijken. Je gaat erop, jongen. Goed zo. Niet te geloven, hè. Maar ze moeten zo het weer. Pellizzotti die mee is. Maar ook Grady ook heel soepel, hè. Hoe makkelijk rijdt die. Maar dat zagen we dus al in de Vuelta. Hè? Heeft daar wel geen etappe gewonnen. Maar ik heb hem dus Olympisch kampioen zien worden in de koppelrit samen met Brown. Ik heb het al een paar keer gezegd tijdens de Vuelta-uitzendingen. 3 klassen sterker dan de rest. Bijeen, hè? Bijeen. Daar, Oscar Rito met het nummer 3. Freire. Serrano met het nummer 11. Perez, blijkbaar hersteld, met het nummer 9. Met het nummer 12, Alejandro Valverde. En met nummer 1, Astarloa. Ze zijn er allemaal. En Vinok zit ertussen. En Weekman zit daar ook nog altijd met het nummer 69. Pas op, die heeft een demarrage bergop. En Matthias Kessler gaat ook nog altijd goed mee naar boven voor Duitsland. Daar gaan we. Een aanvalletje van. Is dat de Pellizzotti? Het is nog altijd Nozal die meegaat. Kijk eens naar O'Grady. Hoe makkelijk, hoe makkelijk. Imponerend, imponerend. Is wel nog een ronde te vroeg. Dat hebben de anderen ook wel gezien, hè? Of is het Bertagnoli? Ja. Ja, Bertagnoli. Het maatje van Koenigo, van de Psycho-ploeg. Koenigo die daar wel heel makkelijk mee tracht, hoor. Bogert zit daar ook, hè? Ook klaar, altijd klaar. En zegt nu zelf, Bogert wereldkampioen, die gaat daar wat van zeggen. Bij Nozal is het op, dan halen we een nieuwe uit de bus. Daar is Perez. Er is nog volk genoeg in de bokaal. Wezenman zit daar nog.
Zabel komt ook naar voren. Dus de Duitsers met andere woorden ijzersterk in blok. En ik zie geen landgenoten vooraan. Van Peteken misschien iets naar achter geschoven. Laten we even wachten. Hier Koenekop. Daar gaat de Italiaanse televisie zich op concentreren. Zit daar aan het wiel van Ivan Basso. En Bogert weet dat hij het wiel van Koenigo moet viseren. Weet wel dat hij een vlijmscherpe demarrage bergop heeft. Heeft ook wel af en toe een kijkje genomen tijdens de Giro naar de uitzendingen. Kijk naar Perez, wat een tempo. Dat deed hij ook al een paar keer in de Ronde van Spanje. Nou, Staloa moet eraf. Dus die gaat zichzelf niet opvolgen. We zien daar inderdaad dat nummer 1 niet meer. Daar zit nog wel Alan Davies met ja, nummer 74. Dat is een rappen. En daar zit Freire onmiddellijk achter. En ik denk dat Zabel nu al het wiel van Freire gekozen heeft. Daar zit het O'Grady in. Hendrik, en ze doen niks op die klim. Dit is de op 1 na laatste klim hoor. Maar ik denk dat de snelheid zo hoog ligt, Michel, dat het gewoon niet mogelijk is. Als je wereldkampioen wil worden, dan moet je in klasse sterker zijn. Dan moet je ervan wegrijden. Die lost daar, Beekman. En de landgenoten. Jongens, waar zijn jullie? Hier komen ze dus, hè? Ja. Daar zien we nog Baguet. Baguet. Dat is onze eerste man. En Weinstein staat er ook. We gaan ten onder. Ten onder onder het Spaanse geweld hier in de slotfase. Maar kijk het tempo dat hij oplegt, hè? Compleet ten onder het Spaanse geweld. Het komt dus toch allemaal uit de Vuelta. Dat was inderdaad Baguet daar. En Ivan Basso plakt daar aan dat wiel. Zet Koenigo uitstekend uit de wind voor zover dat hier helpt bergop. Ja, en hij gaat eens even doortrekken. Kijk die versnelling. Onze geheim favoriet. Maar wegraken, dat is wat anders. Hij gaat even zitten, bijschakelen dus. En nu proberen weg te rijden. Dat gaat hij ook doen hoor. En hij blijft op de trappers lopen. En ik heb de indruk dat Perez dat niet aan kan. Die kan dat tempo van Basso niet aan. Ja, is goed gezien van de Italianen. Nu al gaan in de wetenschap dat Koenigo de rest dan kan afwerken. Maar er komt een reactie van een Spanjaard. Maar dat is ook moeizaam hoor. Dat is wel verder. Ja. Met Vino Kurov. We zien ook nog Bogert mee inschuiven. En jammer genoeg van de Belgen geen spoor. Zie je, er zijn geen Belgen meer. Maar ze zijn nog niet weg hoor. Hier is Ivan. Wordt het Ivan de verschrikkelijke, de derde van de Ronde van Frankrijk? Daar zit nog wel dash op. Zijn tweede piek van het seizoen. Het is een beetje vergelijkbaar met Hamilton. Hè? Toen gebeurde het ook op die manier. Ook toen Bogert mee. Maar wel van Peteken. En die zien we nu niet meer. Dus die ziekte. Ernstig genoeg om daar niet tijdig van te herstellen. En dit zijn geslagen hondjes hoor. Die komen niet meer terug. Hier Basso. Omkijken. Slecht teken. Komt ook iemand af. Dat lijkt me Bogert. Bogert, ja. Ik denk Bogert. Bogert, Basso. Fantastisch duo, BB. Nou, Bogert heel sterk, hè. Zo naartoe. Nu speculeren natuurlijk, hè. Tanden op elkaar. Dat doet hij nooit, hè. En soms te nerveus zelfs. Heer Nederland nu het punt van een stoeltje, hè. Onmiddellijk overpakken. En hij wacht niet. Natuurlijk niet, hij heeft zoveel temperament. Gaan zich nooit bedingen. Spanjaarden moeten nu rijden. Nou, die kunnen zich daar organiseren. Ze zijn nog niet alleen. Er zijn er dan nog wel 3 of 4, denk ik. Maar zag je Alejandro Valverde passen? Ja, het was op de hoofdbuigen boven. Dus dit zal van de sprinters moeten komen. Dus moet Luis Perez het weer oplossen. Er zitten daar ook nog een paar exoten tussen, hoor. Hier, een koningskoppel. Basso Bogert. Nogmaals, je zou het Michael Bogert toch wel eens gunnen. Het is al zo vaak misgelopen. Ja, inderdaad. Denk aan Luik Bastenaken-Luik, aan de goldrace. Hier is Kurt Asle Arvesen. En Baguet. Dus toch niet zo goed. Dat is onze beste Belg. Die zit hier bij Moreni. Die zit daar ook bij Nardello. Sosenka. En voor de rest komen de Spanjaarden terug. Nou, ze kunnen zich organiseren. Hè. Deze afdaling is dus niet mogelijk. Hè. Je moet meer hebben. Je moet 20 seconden hebben, anders red je niet. En zie je Bogert dan uitleg geven? Pas voor jongen. Dat is jammer, hè? Maar we zullen het straks nog eens moeten proberen. Ja, we hebben er in elk geval niet voor gezorgd dat ze weer komen. Hè. Het is de Spanjaarden die gewoon organiseerd hebben. Hergroepering. Spanjaarden in blok dus te sterk.
Ja, ik denk dat ze daar nog met 5 zijn. Dus, Damiano Cunego, veel druk op jouw schouders, kameraad. Die krijgen we een heel gevaarlijk stuk. Dat zal niet op de bar staan, maar op het middengedeelte. Eenmaal de afdaling gedaan, dan krijgen we zo van die mannen die het willen anticiperen op de klim. En dat kan eventueel wel een probleem opleveren voor de Spanjaarden. Hebben de Italianen nog iemand die rap genoeg is om het af te maken in de sprint? Nu Bettini weg is? Niet direct, denk ik. Cunego is explosief, maar wel bergop. Niet van de tippen Freire. Niet van de tippen Zabel. Van Vredi. Voilà. Dus ze gaan het moeten op een andere manier spelen. We hebben nu 2 mogelijkheden. Ofwel valt het even stil en kan misschien Baguet nog terugkomen. Zo niet is hier direct een aanval te verwachten op het vlakke gedeelte. Voor de wielrenners onder u en de wielerliefhebbers. We zijn nu 6,5 uur aan het koersen, dames en heren. Dit WK duurt ontzettend lang. Het is een marathon-WK, een monster-WK. Astarloa volgt 20 seconden. We gaan deze mannen niet naar kijken. Dat zal het blijft geven. Het wijst er allemaal op dat Freire hier nog altijd bij is. Freire kan naast Binda van Steenbergen en Merckx komen. 3-maal wereldkampioen. Hij heeft er al 2. En hij heeft nog zoveel jaren voor de boeg. Hij kan er nog een paar bij doen. En hij kan er op elke omloop. Groepje van 25 man, circa. Hier, voor onze neus. Gilbert Agnoli. Onderschat die maar niet, hoor. Van Simoni eigenlijk de overstap gemaakt naar Cunego, maar dat is logisch. Colombian Parapinto zit er ook nog. Dat is de broer van hem. Ivan Parra, de broer van Fabio. Ach zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spanjolen. De Armada. Ik zal niet zeggen intact. Ze hebben al een paar torpedo's moeten verwerken. Maar ze gaan nog overeen blijven. Ja. Ze geven vol, hè. En ze hebben daar nog altijd Mancebo. En hier rijdt weer. Nozal, die rijdt nu tot de eerste 700-800 meter van de klim, hoor. Ik denk dat Ivan Basso straks nog eens gaat. Nozal, er mag nu niemand meer weggaan. Want dat zal je maar moeten overkomen. Hier Feinsteins, eind van de afdaling. Het zal je maar moeten overkomen met Baguet hier, dat je dan nog eens een gat moet gaan dichtrijden in de extreme. Dat kun je natuurlijk missen als kiespijn. Dus blijf rijden. Beuken maar. Nozal, Paco Mancebo, Perez. En Freire. Hier, Oscarito. Hoe makkelijk. En dan Basso. En Paolini, opgelet, hè. Van een rappe man gesproken. En Paolini was hier 5 jaar geleden sprintwinnaar voor de tweede plaats, weliswaar. Bij de belofte in Verona. Na Giordani, die goed 8 seconden overhield bij de streep. De Nederlanders nog Kron en Bogert. Nu al even concluderen voor de Belgen. Ik heb heel veel respect voor de manier waarop Van Summer dit WK gereden heeft. Want hij heeft een dijk van een WK gereden. Hij heeft zijn werk gedaan en is tot diep in de finale meegegaan. Het is logisch dat hij aan het eind gooit. Maar de rest is een klein beetje afgegaan. Maar we moeten de jeugd krediet geven. Er is altijd weer toekomst. Het wordt meer en meer Italië, Spanje, maar doe daar dan ook maar Duitsland bij. Ik zie daar ook nog een stuk of 3, 4 zitten. Ja, die zijn heel sterk in blokken. Dit is de laatste drinkbus die ze kunnen nemen, normaal gezien. Voor Nederland, Kroon en Bogert. Ja. Ik heb Dekker niet in het stuk zien voorkomen. Nou, nooit nergens in beeld geweest. Hè. 6 Spanjaarden. Wat ze nu doen, dat is gewoon zeker zijn. Niet meer omtrekken. Ja, die moet nog altijd zijn eerste cartouche verschieten, Vinokourov. Ja, die wacht al, hoor. Die gaat zijn cartouche maar verschieten na de bar, denk ik. Ik kijk en ik blijf voortdurend naar de klok kijken. U vergeet mij dat, dames en heren. Maar we zijn nu 6 uur en 35 minuten aan het koersen. En de laatste ronde moet nog altijd beginnen.
André Meegang heeft ook Ardila menen te zien. Er zou in elk geval nog een Colombiaan in dat eerste groepje zitten. Dat gaat die Parra zijn. Nozal. Afgelost door Luis Perez. Nou, even praten. Hij zal zeggen, Nozal moet in principe blijven rijden tot op 500-600 meter op die berg. Zo'n met 2-3 mannen gaat hij nog een beetje sparen. We zijn 250 kilometer aan het koersen, dames en heren, en er is nog tijd voor overleg. Basso heeft hier nog wat te veel. Nog wat aan Koenig geven. Is dit een symbolisch beeld? Jij bent nu de man, vriend. Ik heb het geprobeerd. Het is niet gelukt. Ik denk dat ze wel de kaart zullen trekken. Bertangeli was weer wat naar voren geschoven. Er zat nogthans heel wat kracht op bij Basso, hoor. Dat kan nog niet op zijn. Toch, Hendrik, geloof me, zitten de Italianen in oude schoentjes. Frigo is ook nog mee. Vier mannen. Ik zie achteraan ook nog het vinnige kopje van Kessler opduiken. En kijk, Vrijers de richtlijnen geven. Alejandro Valverde kan eventueel straks nog dienst doen als loods. De sprint aantrekken voor Vrijers. Ik denk dat het daar nu al over gaat. Kijk. In vijfde en zesde positie. Ja. Ja, daar is eruit. Dit is echt waar, dames en heren. De op één na laatste keer dat ze hier aan de streep voorbij komen. Einde van de 17e ronde. We gaan de 18e ronde in. Nog eentje. 250 kilometer achter de kiezen. Centraal in beeld de heer Omoni, links meneer Verbrugge, naast de meneer Prodi. Voilà, dat is het selecte gezelschap waar jammer genoeg geen landgenoten bij horen. Spanjaarden voorop. Frigo nog met een kwiet kopje. Maar Freire, naar mijn gevoel, super fris. De ronde was nu aan 42 per uur, alsjeblieft. Vandaar. De schade, de slachting. Een slachthuis. En toch moet er nog meer volk af. Er zit nog een Amerikaan bij, Chris Horner. Die hebben we nog niet gezien. En, ik zag hem net in beeld passeren. En weet je wie daar ook nog heel soepel mee peddelt? Danilo Hondo. Ook een snelle kerel, ja, hier zit hij. Ik geef ze op een rijtje. Nozal, Mancebo, Perez, Marco Serrano, Freire. Bertagnoli, Valverde, Basso, Zabo, Cunego, Paolini, Frank Schleck, Hondo, Kessler, Frigo, Ardila, toch. Bogert, Tino Kurov, Horner, Alan Davies, rappe man, hè? Karsten Kroon, Stuart O'Grady, Michael Rasmussen, Stefan Wezeman, Ivan Parra. Dat zijn ze. En die Ardila is ook niet van de traagste. Kijk, een akkefietje daar in beeld. Ja, laat me toch door, laat me mijn werk doen, zegt hij. Moet hem niet komen wringen. Dat is Bertangeli, meen ik, die daar een tikje krijgt van een van de Spanjaarden. Je ziet, Nozal gaat blijven rijden tot aan de voet van de klim. Hè. Ik stel voor dat Manolo Sáenz die Nozal bij Liberty Seguros een salarisverhoging geeft. Een verdubbeling, mag wel. Hier komt Geert Verheyen nu voorbij. Op 1.35. En dan nog een laatste peloton. Maar Peter van Petergem. Peter van Petergem, van Summeren. En dat is het. Ja. En ook Van de Vieveren is nog in koers. Als koerscommissaris. Dat wat de Belgen betreft. Hij is in staat om ook die eerste kilometer van de Torricelli zo nog blijven te trekken, hoor. Ja. Tot wanneer de eerste aanval komt, gaat hij blijven rijden. En als dat niet zo is, dan rijdt hij tot aan een rondpunt. En Marco Serrano, dat is daar zo'n beetje de regulator. Die zal wel geregeld wel eens een stimulantje geven naar voren. Ietsje rapper, ietsje vertragen. En vooral kijken naar Oscar Freire. Dat is de man met ervaring. En die gaat hier nog een laatste keer misschien. Een laatste keer heel veel doen voor zijn Spaanse maats. Want het is nu toch wel een feit dat hij naar Team Mobile vertrekt. Freire, heel, heel kalm. Heb je die al ooit nerveus gezien? Nee, ik niet. Dus weet hij dat hij in de laatste ronde zit, ze zullen dat nog moeten zeggen.
Het is al heel belangrijk dat hij niet vergeten is erbij te zijn. Ja. Heel indrukwekkend. Er is niemand geweest die hem moest gaan ophalen. We kijken hier op de rug van het nummer 147 van Parapinto. En dit is het groepje met Baguet. En daar zit de wereldkampioen van vorig jaar. Astarloa. Een nul jaar dus, niks gewonnen. Dat is wel botweg gezegd, dat is wel een paar keer ereplaatsen versierd. Ze zijn toch iets van plan hoor, naar Zurich. Snelste ronde wordt bevestigd, 42.043. Dat is eigenlijk 3 km/u rapper dan al wat vooraf ging. Ja, ja dan gaan er een mindere goden uit. Hè. Daar horen wij bij. Wezenman is ook aan het opschuiven, ook een snelle man. Hè? Het is niet alleen Zabel en Honden, ook Wezenman is snel. Ja, en onderschat hij niet in zijn kunde bergop. Je bent niet van niks een paar keer de vredeskoers. Hè? En is er zo geen gouden regel die zegt dat je in zo'n WK moet kunnen wachten, wachten en nog eens wachten? Om dan genadeloos toe te slaan? Wie kan dat hier nog? Alexander Vinokourov? Die zit er natuurlijk in principe wel geïsoleerd, al heeft hij een paar ploegmaat bij zich. Ja. Want die gaat echt wachten tot het laatste, tot de laatste kilometer. Die gaat niet op de berg. Het Zabel heeft een Duitse ploegmaat bij zich. Als Duitser dan, maar een grote concurrent, Hondo. Dat ging niet goed hoor, toen die twee daar samen zaten bij Telekom. Dus Hondo maar weg naar Gerolsteiner. Mancebo heeft overgepakt. Dat is de sterkte van die Spaanse ploeg. Dat zijn allemaal stuk voor stuk leiders in hun eigen ploeg. Mancebo is dat bij IS Baleares. Maar die offeren zich op, die rijden zich kapot. Nozal heeft gedaan. Ja, zijn werk zit erop. En nu aanvallen wie? De Colombianen? Ardila, waarom niet? Hij zit er al wel klaar. Koenig kan toch niet blijven zitten? Hij kan toch niet wachten tot ze hem gaan vermoorden in de sprint? Dat moet ook gaan, hè? Maar waar? Hier, dat lijkt me nog wat te vroeg daar aan de bochtjes. En dat tempo van Mancebo ligt ook zo hoog. Het is een beetje zoeken, aftasten. Alle zintuigen gebruiken om te zien wanneer het tempo wat weggehaald wordt. Want dat kan erop wijzen dat het dan voor Freire iets te rap gaat. Daar wachten ze misschien op. Hè? Maar zeg nu zelf, Freire in een kampioenschapskoers. Je zit gegoten, hè? Je kan er altijd op rekenen. Ik denk dat we een aanval gaan krijgen van de Colombiaan. Hij zit daar heel dicht, al een paar keren lekker op de trappers aan het lopen. Mancebo werk gedaan. Perez nu. Ze moeten natuurlijk nog wel zorgen dat ze nog een paar overhouden. Pas op, mannen. Om Freire naar de sprint te loodsen, hè? Ook Frigo zakt weg. Ook Frigo zakt weg. Er tellen nog 4 Italianen. Hier, natuurlijk wordt het razendspannend. Kan niet anders, zo dicht bij de streep. Luis Perez, Marco Serrano. En dan Oscar Freire. En waar is Alejandro Valverde? Die zit hier wat verderop. Bij de druk nummer 12. Zit dus wat ver. Die gaat ze nog wat sparen, denk ik. Die gaan nog niet het werk doen dat deze mannen doen. Misschien gaan ze die nog uitspelen straks in het vlakke met een verrassingsaanval. Of eventueel ook nog meesprinten, maar dan zit je met 2 sprinters, dat is dan van het goede te veel. Dan zal toch wel de kaart van Freire trekken en dat is toch duidelijk de snelste. Kijk met wat een gemak dat hij meegaat. Vinokourov wacht en wacht en wacht. Paulini zit daar ook nog. Wie laat zich verleiden tot een sprong? Je moet er van wegraken bij die tempo. En je mag ook niet te lang wachten als je wil wegrijden, want met 5 seconden red je niet daar. Rasmussen. Rasmussen. Mikael Rasmussen, tot vreugde van alle Denen. Mountainbiker, ex-wereldkampioen mountainbiker. En hij is weg, hè? Hij is weg, hè? Nog niet definitief, nee, dat niet. Daarvoor is dat tempo van de Spaanse Armada toch nog wel wat te hoog. Maar het is toch wel straf dat die Rasmussen dat hier nog uit zijn flinterdunne kuiten schudt. Kijk naar de oranje kousjes. Zal wel met de bijgeloof te maken hebben. Uitstekende klimmer. Een man met veel fond, niet zo explosief, dus wereldkampioen wordt het best lastig.
Met de grote molen erop. Hè. Ik hoor Olof Seurissen hier een rij achter ons wat hier kwetteren. Hij ziet het wel zitten. Van Boort zit in orde. Ja, je ziet dat op termijn het geduld toch beloond wordt. Het wordt nu toch wel razend interessant. Hè? En voor de rest, Spanjaarden weer met eentje minder. Marco Serrano moet het nu doen. En dan staat Freire er al in voor, hoor. Dan moet Valverde eigenlijk nog komen. Dus waar de Spanjaarden op dit ogenblik mee bezig zijn, dat is in troepen serieus aan het uitdunnen. Heel erg aan het uitdunnen, zou ik zeggen. Tenzij ze natuurlijk nog wat kunnen terugkomen in de afdaling. Maar niet echt een gat, hè? Nee, een goede 40 meter. Het staat een beetje stil. We zijn net op de grote plaat en nu weer moeten ze een klein schakelen. Zijn dijen zijn een beetje te smal om dat gat echt enorm groot te maken. 4 seconden is te weinig. Wanneer komt Cunego? Of Paolini? Waarom niet? Of nog eens Basso? Ik vermoed dat het allemaal moet gebeuren straks voorbij het kleine rotondje. Kijk, Cunego, een beetje angstvallig. Kijk, daar gaat Bogert. Ja, feit, hè, want tot wanneer kan hij zich inhouden? Bogert. Hij kan zich niet inhouden. Hij gaat ver. Hij gaat ver. Misschien heeft hij aan Rasmussen een goede springplank. Dat is een ploegmaat, weet je. Dat is een ploegmaat. Niet omkijken, Michael. Dat doe je te veel. Je moet doorgaan, jongen. Kroon is gelost. Kijk, als Rasmussen nu even kan overnemen. Het is weer Basso die meegaat. Hij gaat er onmiddellijk van weg. En hier is hij van Basso. Weer dezelfde. Het zijn de twee sterke mannen van deze wedstrijd. En kijk naar het spervuur daar van achteruit. Hier komt een van de Spanjaarden op en erover. En dat is Oscar Freire zelf. Oh. Oscar Freire zelf. Rabobank boven. Wel twee Italianen meepakken. Binokkerhoff moet ook passen, zie ik. Dus die is toch niet goed genoeg. Cunego mee. Basso mee. Van stil natuurlijk. En nu? Dit is allemaal in de kaart van de sprint. Dus Alejandro Valverde opgelet. Er komt nog dat stukje vals plat. Als Cunego wereldkampioen wil worden, dan moet hij nu gaan. Bogert blijft trekken. Gaat nog eens doorduwen. Van achteruit komt ook Ready terug. Ook Ready, daar komt Stewart ook Ready. En dat is ook genoeg om alles lam te leggen. Hè? Als je nu echt wil doorgaan, dan rijd je er van weg. En Bogert heeft geen keuze, hij moet het doen. Hij is de enige die sprint niet kan afwachten. Ja, maar van op kop rijden niet weg, hoor. En ook Cunego kan die sprint niet afwachten, want Freire zit daarvoor. En Valverde zit daar ook nog. En Basso. Valverde probeert nog wel. De wereldtop van het eendagsrennen. Zonder Bettini weliswaar. En zonder Van Petegem. En wat komt er nog uit de achtergrond? Vinokourov met Rasmussen. En hoe zit het met Zabel en met Hondo? Die zijn we blijkbaar kwijt. We gaan op basis van deze vlucht in elk geval een grote wereldkampioen krijgen. Het zal geen sukkelaar worden. Oh, Grady, hè, mannen. Vinokourov is een beetje aan het passen. En ook Grady redt het. En Basso moet zich nu in principe opofferen voor Cunego. Valverde doet het voor Freire. Hij moet. Hij moet. Freire 3, het kan. Ook Ready 1, kan ook. 12 seconden. Dat is op Rasmussen en Vino. Dat is in principe niet genoeg. Maar die twee zullen natuurlijk serieus moeten gas geven. En hier moeten de Duitsers nu gaan reformeren. Als ze zouden nog willen naar voren krijgen, toch? Dus hier mag geen seconde getwijfeld worden of ze de prijs. Wogert twijfelt niet, hè. Maar wie wil daar nog rondrijden? Spanjaarden kunnen namelijk speculeren. Misschien komt er nog een extra Spanjaard uit de achtergrond. En dan zijn we met z'n drieën om de sprint aan te trekken. En daar toch al volgwagens achter. Ja. Dat is vroeg, hè? Dat is heel vroeg, ja. Neutrale wagen. Nu, na zo'n slijtageslag is het meestal zo dat er niet veel meer terugkomt. Maar er mag niet geaarzeld worden. Er wordt niet echt super doorgereden. Kijk nu eens, hè. Cunego uit de Vuelta, Freire uit de Vuelta, ook Ready uit de Vuelta. Anderzijds Bogert niet. Basso ook niet. Valverde wel. Twee man niet. Hè? Ze zijn nog niet weg. Nee. Want hier met vereende krachten, met hetzelfde doel, Zabel weer naar voren brengen. Die komen nog terug. Hè? Ze komen terug. De enige die hier echt
volle bak gaan. Dat zijn Basso en Bogert. En Basso vraagt nu al om over te nemen. O'Grady heeft schrik van Sabel. Hij gaat naar voren. Onze klok tikt nu weg. En we zeggen, tak, 7 seconden. Wezen maar een hondel, denk ik. Die tempo maken. Gaan we nog naar een samensmelting. We vrezen er een beetje voor. Ook al voor Michael Bogert, die zo'n wereldtitel wel zou verdienen. Spanning is nu nog nauwelijks te dragen. Het is alleen maar jammer dat er geen landgenoot meer doet. En ze komen weer dichter. En die wagens die zitten daar toch wel een beetje dom weg tussen te plakken. En dat daling kunnen ze bijna nu niet meer ontwijken. Ja, ze moeten voilà, opzij en we krijgen een samensmelting. Dus, conclusie, 18 keer Torricelli, onvoldoende voor afscheiding. We zitten nog met een kopgroep van 20 man straks. Hè. En Bogert nog eens balen. Maar hij kan misschien nog eens proberen. Dat gaat hij ook doen. Hij heeft er het talent voor. De klas en de kunde. En vrij resoluut mee. En daar komen ze. Daar komen ze. En nu kan er nog wel een vreemde vogel wereldkampioen worden. Al verder hier, hier Freire. We zitten dus vooraan met Koenigo, met Basso en hier met O'Grady. Nou, O'Grady wou wel natuurlijk. Hè. Hij voelt ook de hete adem van Sabel. Laten we er ook maar onmiddellijk bij zeggen dat zo'n sprint verre van een normale sprint is. Hè. Straks, na 265 kilometer, staat van paraatheid, weet je wel. We krijgen 18 leiders. En bij de Italianen dreigt het toch wat in de soep te draaien, hè? Ja, op die manier wel. Dan zijn ze niet meer de snelste, hoor. Oh, zoveel dromen. Dan toch een aantal kopmannen tekort. Meneer Rebellin, wat voel jij nu in je zetel thuis? Toch rekening blijven houden met die coole kikker die Damiano Koenigo is. Zeker niet afschrijven. Blijft daar Basso de orders geven vol door te gaan. We gaan nog een koninginnenspurt krijgen als er niks meer gebeurt. Wie had dat gedacht? Ja, Peter van Peteken. Wie had dat voorspeld? Sabel wereldkampioen. Ik denk eraan, Vinokourov is er nog bij. Hè. Ik heb gezegd, dan gaan we maar gaan de laatste kilometer. Kijk maar uit. Of hij krijgt teamorders. Dat denk ik niet. Het wordt jammer genoeg niet een van de allersterkste die hier wereldkampioen gaat worden. Tenzij O'Grady hier straks nog met verve de sprint wint. Hè. Dan moeten we zeggen, oké, goed gedaan. Gewerkt. En mee met de betere. Met de explosieve klimmers over de top. Ja, dan mag je wel wereldkampioen worden. Wees een man die tempo maakt. Maar laten we maar zeggen, uit wat we uit de laatste klim en de op één na laatste klim gezien hebben, dat Basso en Bogert de sterkste waren. Ja. En dat Freire als sprinter eigenlijk nog steeds sterker aan het worden is. Hè, op de manier waarop hij dat gat dichtrijdt. Levende zadel zelfs. Zo makkelijk. Wees een man volle bak. Basso voor Koenigo. Hier, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Want dat zouden we al haast vergeten, Steffen Vijzeman. Dat is geen toeval hoor. Spanjaarden oriënteren zich weer naar voren. Ik meen dat Luis Perez ook weer vooraan komen aansluiten is. Dat moet je als helper, als luxe helper, eraf gaan en dan toch weer mee inschuiven voorin. Aan de rekwart leveren. Dus inderdaad Luis Perez Rodriguez. Met aan zijn wiel Vijzeman. Dan zit daar Marco Serrano klaar. Hier is Schlek. Dat zijn de enkelingen, hè? Schlek. En Koerhoff. Chris Horner. Wat dacht je daarvan? Chris Horner. Stel je voor, Chris Horner wereldkampioen. Ja, waarom niet? Hij kan ook zijn kans gaan. Maar rij hier maar eens van weg, van deze sneltrein. Dat kan eigenlijk maar op één plaats. En dat is waar dat kleine, kleine valspad nog is. Kijk ze daar al eens drummen. De Australiërs, ik denk ook Redi zelfs, tegen Freire.
Of wordt O'Grady door een ploeggenoot, een landgenoot gedekt en wil die Freire uit het wiel van O'Grady krijgen? Ik meen dat het zo is. Laatste keer aan de box. Het wordt een sprint. Een prangende sprint naar de wereldtitel. Een dodeman sprint voor een paar van deze. Deze man, alles wat hij nog heeft. Nog één man, jong, is in staat. Op naar de binnenstad. Waar gebeurt het nog? Op naar de binnenstad. Een laatste keer de ADJ over. 5 jaar geleden wist een Oscar Ferreira die sprint te ontlopen. Tot in ieders verrassing. Maar dit groepje is een stukje sterker. We zien Vinokourov naar voren schuiven. En Valverde doet wat hij moet doen. Hij neemt Ferreira mee. Ja, hij gaat hem duidelijk meenemen. Hè. En doet dat heel gewikst daar net voor de bocht. Glad als hij is, zich opofferend, Ferreira meesleurend naar een goede gunstige positie. Op naar de laatste kilometer. Basso moet nu nog eens alles uit de kas rijden om Koenen gewoon in een gunstige positie te brengen. Maar Paolini is er ook nog bij. Oh. Het is best mogelijk dat ze op Paolini spelen, de Italianen. Daar gaat Vinokourov naar voren. En kijk eens, wie brengt die mee? Ja. Hondo. En daar krijgen we namelijk Vinokourov. Dat was te verwachten. Ja, maar dan. Maar het is, ja. Maar dan. Deze snelheid is niet te doen. Hè. Nee, Vinokourov. Nee, dus. Hij heeft toch geprobeerd. Perez aan het wiel. Nu gaat hij de kaart trekken van Zabel. Dit is een goed moment, maar je moet nog kunnen. Dit is een goed moment. Bogert nog eens proberen. Hoe is Perez dus? Dan Alejandro Valverde. Bogert probeert nog eens. Als je zo'n loods hebt, zoals Alejandro Valverde, Oscar Freire, dan moet je toch wereldkampioen worden. Hondo, die doet het nu voor het Zabel. En waar zit O'Grady? Vinokourov zal niet meer meedoen. Dat is het laatste stukje vals plat. Bogert probeert zich nog te plaatsen en aanval zit er niet. Maar niet opgelet voor Horner. Die pakt binnenkant bocht en gaat zich ook nog weten te plaatsen. En die komt daar een beetje irritant in de weg zitten. De Duitsers laten zich daar een klein beetje insluiten. En dit wordt nu de laatste rechte lijn van een prangende slotfase van een voor de rest flauw WK. Maar wat een finale. Kijk daar het drummen. Freire geeft Horner een kwakje. Hondo neemt over. Zabel zit nu goed. Freire heeft zich laten ringeloren. Die zit ingesloten. Die moet daar nu uit. Het wordt dramatisch, die slotfase. Hier komt nu de sprint. Hondo trekt die voorbeeldig op gang. Freire heeft zich losgewerkt. En Freire zit nu in derde positie. Paolini gaat ook nog meedoen. Nu komt Paolini. Maar nu komt Oscar Freire. Met een hoge bezigheid. Freire nummer 3. Freire nummer 3 op Zabel. Freire 3. Freire 3. Die is Freire 3. Voor Zabel en Paolini. Freire is voor de derde keer wereldkampioen en evenaart Pinda van Steenbergen en Eddy Merckx. En hij is nog zo jong. Heel sterk. Niet te schatten. Hondo doet dat goed, maar kijk eens Valverde. Valverde komt er dan over en dan komt Oscar Freire. En daar het gedrum. Het gedrum tussen Zabel en tussen Paolini. Paolini doet dat goed. Daar komt nu Freire met een laatste demarrage. Naast Alejandro Valverde. Die weet daar al dat het goed is. Dan Zabel. Zabel probeert nog aan het brekken te komen van Freire. Maar hij komt er niet meer aan en hij kan daar al de armen losgooien. 1 Freire, 2 Zabel, 3 Paolini, 4 O'Grady, 5 Alan Davis, 6 Valverde, 7 Bogert, 8 Horner, 9 Koenigo, 10 Schleck, 11 Basso, 12 Perez, 13 Rasmussen, 14 Danilo Hondo, 15 Marco Serrano, 16 Vinokourov en 17 Luis Perez. Oscar Freire. Ja, 3 keer wereldkampioen. Het zal er niet veel gegeven. Vreemde vogel, groot kampioen. En wat heeft de Rabobank een goede zaak gedaan om die tijdelijk vast te leggen. Kijk naar die getrokken gezichten. En Zabel weer net niet. 5 keer tweede in een etappe in de Vuelta. En nu de ogen sluiten. En hij de triomf. De koning van Cantabrië. En hij heeft daar al zoveel ereprijzen gekregen. Hij is uitgeroepen tot erekind van Cantabrië. Hij heeft daar al een wielerbaan naar zijn naam. Een heel sportief complex. Kan niet op. Ja. Ze hebben natuurlijk een hele grote overmacht gehad. Hè. 6 man nog bij die laatste groep. En dan hebben ze volledig uitgespeeld. Een tactisch meesterschap van in de beginfase tot het eind. Ze hebben in de eerste ronde, in het eerste kwart van de wedstrijd, vooral getoond. Jongens, kijk,
wij zijn het sterkste blok. Als we willen, maken we alles monddood. Dan hebben ze zich weggestopt. Ze hebben niks verbruikt. Al die sterke mannen van de Vuelta hebben zich kunnen sparen. En pas in de laatste drie ronden hebben ze de registers opengetrokken. Maar wat mij eigenlijk het sterkst beïndrukt heeft, dat is de manier waarop hij naar Bogert en Basso reed in die laatste ronde. Met wat een gemak. Heel gemakkelijk. Daarop kon je al zien dat hij dus duidelijk, heel duidelijk goed gewerkt heeft naar dit WK toe. Dat kan hij als de hele beste. En kijk naar die beensnelheid. Kijk naar die kracht, want onderschat dat niet. Hè. Hij wordt geen machtsprinter genoemd, maar hij maakt het hier wel op power, op kunde, op klimvermogen. Zeg maar op alles af. Dat is een vies voor. Hè. En voor de rest, dames en heren, hebben we 6 uur en 57 minuten gekoerst. 6 uur en 57 minuten. Ik denk dat we al heel ver in de geschiedenis moeten teruggaan om dat nog eens gehoord te hebben.